geloof ik niet meer van GroenLinks. Nou, Tovik, welkom. Bedankt dat je even de tijd hebt gevonden, deze drukke verkiezingstijd natuurlijk. Ja, we hebben hier al een interessante discussie vanmiddag op het podium gehad. En toen kon ik de mensen een beetje tegen elkaar uitspelen. Dat gaat natuurlijk niet, hè, één op één. Maar wat ik graag van je eerst zou willen vragen, GroenLinks, fractievoorzitter uit Den Haag, was vanmiddag al hier, heeft uiteraard al een aantal standpunten namens GroenLinks uiteengezet. Wij gaan dadelijk even op het landelijk aspect verder, maar misschien dat je eerst nog even kunt zeggen, stop de wietpas, hebben we je vaker horen zeggen. Maar de wietpas, dat weet jij ook, dat is geen plastic pasje, dat bestaat uit een B-criterium, uit een I-criterium, uit verplichte registratie, verplichte discriminatie. Wat bedoel je dan eigenlijk precies? Hallo allemaal. GroenLinks is een van de partijen die tegen de wietpas is. Sowieso een ander type drugsbeleid wil, niet alleen als het gaat om cannabis, maar ook als het gaat om andere middelen, dus ecstasy, cocaïne, paddo's, etc. Als wij zeggen stop de wietpas, ben ik goed te verstaan overigens? Ja, als wij zeggen stop de wietpas, dan bedoelen we eigenlijk gewoon het hele systeem, in welke vorm dan ook, wat voor type registratie ze ook willen bedenken. Daar willen wij niet mee in zee gaan, dat willen wij van tafel hebben. Het is nu in een deel van Nederland ingevoerd. Het moet daar afgeschaft worden en het mag nooit op andere, in andere gemeenten ingevoerd worden. Dat is denk ik de boodschap ten aanzien van de wietpas. Maar ik wil me ook niet blind staren op die wietpas alleen. Iedereen praat nu over die wietpas en over registratie. Het gaat om veel meer. En dan worden er allerlei argumenten verzameld. Het is beter voor de volksgezondheid. Het levert ook gewoon geld op als je cannabis of softdrugs reguleert. Maar voor mij persoonlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit gebloot. Ik ben gestopt. Ik ben ook blij dat ik gestopt ben. Maar voor mij persoonlijk is de reden waarom we een ander drugsbeleid moeten hebben, is individuele vrijheid. Ik vind dat mensen zelf mogen kiezen of ze een wijntje drinken, of ze hard gaan lopen in het park, of dat ze een jointje draaien. Dat is een keuze die voor mensen zelf is. Nou, bedankt. Dat is klare taal, dat is duidelijk. Maar vanochtend misschien nog even de krant gelezen. Van blowen word je dom, heeft een onderzoek wat 40 jaar heeft geduurd, heeft dat aangetoond. Blijkbaar heb je zo lang nodig om dat aan te tonen. Wij snappen het zelf niet zo goed. Maar nou sta je hier op een podium, naast een coffeeshop-eigenaar, weliswaar uit Maastricht, die al in rusten is bijna, dus dat valt nog enigszins mee. Maar toch, je staat hier met domme mensen om je heen. Zijn we nou voor niks aan het vechten? Nou, toen ik dat bericht las, het is een onderzoek waaruit blijkt dat mensen dommer worden als ze blowen, dacht ik aan die coffeeshops die voor de SP campagne gaan voeren. Ik dacht, hey, klopt misschien wel dat onderzoek? Nee, grapje. We weten allemaal dat als je middelen niet met mate gebruikt, als je ze te vroeg gebruikt, als je ze onverantwoord gebruikt, of het nou alcohol is, of softdrugs is, of dat het gokken is, of het kunnen zoveel dingen zijn in de samenleving die mensen gebruiken, dat heel schadelijk kan zijn. Natuurlijk, ook cannabis, als je daar niet goed mee omgaat, niet verantwoord mee omgaat, dan kan dat effecten hebben op je geestelijke gezondheid. Juist daarom moet je reguleren. Dan kan je kwaliteitseisen stellen, dan heb je toezicht. Waarom wordt er bijna nooit een minderjarige in een coffeeshop aangetroffen? Omdat coffeeshops heel verantwoord omgaan. Omdat ze in de coffeeshop ook allerlei folders hebben waarin staat, waarin staat wat de gevolgen zijn als je onverantwoord met drugs omgaat. Ik heb wel eens een bad trip gekregen van wiet, omdat je daar onverantwoord mee omgaat. Dus dat onderzoek sterkt mij nog meer in het feit dat we een ander type drugsbeleid moeten hebben, waarin je ook aandacht moet besteden aan preventie. Als je het verbiedt, weet je zeker dat het veel gevaarlijker wordt voor mensen. En zeker ook voor minderjarigen.